Hey kijkers van mijn kanaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video, want vandaag gaan wij een toets maken. We gaan vandaag wederom weer op het internet kijken, want we gaan een toets maken. En niet zomaar een toets, maar de CITO-toets van groep 8. Toen ik de CITO-toets moest maken, was dat beslissend voor mijn middelbaar onderwijsniveau. Maar volgens mij is dat nu anders. Volgens mij is het nu wat de docent zegt of zo. Dat het bepalende niveau is wat jij hebt. In ieder geval dat wat hij zegt, dat het uiteindelijke advies is. Ik weet het niet precies. In ieder geval, in mijn tijd was de CITO-toets heel belangrijk. De afgelopen week heb ik veel opgepast bij twee van mijn oppaskinderen. Zij zijn 7 en 9. En af en toe kwamen er wel eens dingen voorbij. Vooral bij die van 9, die zit nou in groep 5. Waarvan ik dacht, hoe zat dat ook alweer in elkaar? Hierdoor kwam ik dus op het idee om de CITO-toets te maken. En te kijken welk niveau ik nu zou halen. Of in ieder geval welke score ik nu zou halen. Zoals je nu kan zien zijn we op 123test.nl. En daar kan je gratis de CITO-toets oefenen. Je kunt hem in rekenen, taal en studievaardigheid doen. En we beginnen bovenaan bij rekenen. Want daar ben ik zo goed in. Oké. Bij deze taak mag je geen uitrekenpapier gebruiken. Oké. De familie Geert gaat op skivakantie in Oostenrijk. Ze hebben een vakantiebudget van 2250. De busreis kost bij elkaar 370, het totaal 1260. De reisverzekering 70 en de skipassen kosten 440. Hoe houdt de familie Geert er over van het vakantiebudget? Wat? En je mag geen uitrekenpapier gebruiken? 440 en 1260 is bij elkaar 1700. 1700 plus 300 is 2000. 70, 2140 en het is 2250. Dus hou je ongeveer 110, dus 100 over. Oké. Antonio fietst met zijn vader naar opa in Italië. De afstand is 1800 kilometer. Elke dag fietsen ze 75 kilometer. Hoeveel dagen doen Antonio en zijn vader erover? Oké. Als ze 2 dagen rijden, hebben ze 150 kilometer. Rijden ze 20 dagen, hebben ze 1500 kilometer. Dan moet nog 300 kilometer bij. 4 keer 75 is 300, dus 24 dagen. Ging wel goed. Oké, 7,7. Dat is 10,77. Op de Beatrix School wordt een sponsorloop gehouden voor een goed doel. Brit wordt door haar ooms en tantes gesponsord. Voor elke kilometer die Brit koopt, krijgt ze 3 kilometer. Ik weet nou, dit gaat niet goed komen. Oké, laten we het afronden. Brit heeft ongeveer 2 kilometer gelopen. En voor... Dat is niet veel. Nou, oké. Voor elke kilometer krijgt ze 3 euro. Dus zij heeft 6 euro. Iets meer dan 6 euro. Sam? Nee, wacht. Ik kan niet lezen. Wacht. Hij heeft 8 kilometer gelopen. 8 keer 5 is 40. Oké, dus hebben we 46. Ali ronden we af naar 7. Want hij krijgt ook 3 euro. 7 keer 3 is 21. Wat was die ander nou? 21 plus 46. 67. Is ongeveer 68. In een groentewinkel staat een grote man met appels. In totaal weegt de man 39,78 kilo. Elke appel weegt 0,195. Nou, schaam mij maar neer. Oké, ongeveer. Nou, 0,195 kilo is ongeveer 2 kilo. En die mand is 40. Dan zouden er ongeveer 20 appels in moeten zitten. Toch? Als je... Nee, oh, wat stom. Elke appel weegt... Oh, ik werd genaaid. Wacht, even dit verwerken. Nee, 195 gram. Oké, 200 gram, ja? Dus 1 kilo is 5 appels. En het is 40 kilo. 1 kilo is 5 appels. En er is ongeveer 40 kilo... 80. Ja, 100 dan. Dit is maar 100 is dat dan. Op de Dalton School in Tilburg mogen kinderen op een schoolfeest kiezen uit verschillende soorten snoep. Keuze van de kinderen. Chocola, pepermunt, chocola is geen snoep. Er zitten 300 leerlingen. De helft van 300 is 150. En het is minder dan een kwart. Dus het is meer dan 75. Dus ongeveer 120. Autohandel van Empel verkoopt een auto aan een taxibedrijf voor 20.000 euro. Deze prijs is zonder BTW. Hoeveel euro kost de auto met BTW? 20.000 euro is 100%. Dus 10% is 2.000 euro. 20% ongeveer is 4.000 euro. Dus dan is het 2.308. Hoeveel potvissen zijn er in 2004 meer geteld dan in het jaar daarvoor? Oké, 2004 waren het er ongeveer 3.700. En daar 3.000. Dat is ongeveer... Oké, laten we dan 600 doen. Bij de volgende taken mag je uitrekenpapier gebruiken. Met deze 4 cijfers kan Evie verschillende getallen maken. Evie trekt het laagste getal af van het hoogste getal. Wat? 6, 4, 3, 1. Het laagste was 1, 3, 4, 6. Oh, dat moet je aan elkaar aftrekken. Dat kan toch niet. Dat moet dan zo, denk ik. Oké, haal eerst 1000 weg. Dan hebben we dus 5, 4, 3, 1 over. Die 1000 hebben we weg. Dan haal we eerst 300 af. Dan hebben we 5, 1, 3, 1.
Dan moet ik hier nog 46 af. Ik haal hier eerst 1 af. Dan moet ik op 45 af. Dan haal ik eerst 40 af. Dan kom je op 90 en dan op 5. Wow, hij stond ertussen. Oké, het aantal varkens in Nederland is... Jezus, dit getal. 13 miljoen nog wat. Dit getal wordt afgerond op 1 miljoen varkens nauwkeurig. Welk getal is dat? 13,1. Plattegrond van een kamer. Mooi plattegrond. Welk deel van een kamer heeft een houten vloer? 1/3. Want die twee zijn die en die, die. Waar staan de breuken in de volgorde van groot naar klein? 3/5, 2/3, 5/8. 6.5 hours later. 12/15. 10/16. 3:28 a.m. 5/8, 3/5, 2/3. Ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik vind het moeilijk. 1,2 liter. Hoeveel centiliter zit er in deze maatwerker? 1 liter is 100 centiliter. 120. Bij de Postgiro Loterij winnen 14 bewoners de straatprijs. Ze verdelen samen 0,9 miljoen, want weet je, dat is logisch. 10 bewoners hebben 1 lot, 4 bewoners hebben 2 loten. Hoeveel krijgt een bewoner met 1 lot? Samen 0,9 miljoen. Maar iedereen krijgt natuurlijk evenveel. Ja, want 1 lot staat vast. 14 mensen, dus het boeit niet dat sommige... Want of je nou 14 bewoners hebben die allemaal 1 lot hebben, of 10 bewoners die de 1 hebben, en dan die andere 4 die de... Wacht. Daar gaat het fout. Dus in plaats van 4 zijn het er 8. Dus je moet dan 18 mensen rekenen. Dus dat is dan 18 mensen. Oké, dus iedereen zou... Als je 0,9 miljoen... Dat is dus 900.000 euro. Je moet 900.000 euro verdelen onder iedereen. Nou, niet iedereen krijgt 100.000. Want dan zouden maar 9 mensen krijgen. Dus iedereen krijgt 50.000. Oh, dit is de laatste vraag. Welke pijl geeft op deze getallijn de plaats aan van 1/3/4? Oké, dit is 0 en 5. Net voor de D. Want jullie kunnen mijn muis niet zien. Net voor de D staat 2,5. Ik denk C. Dan. Volgende. Ik ben benieuwd, jongens. Je hebt 11 van de 15 vragen goed. Oké, dat vind ik nog... te doen. Ik vond hem oprecht sommige dingen best... Nee, trouwens, dat wel. Oké, eerste was goed. Tweede was goed. Derde was goed. Wat? Wat is dan het goede antwoord? 67 en dat ligt dichtst bij 68. Want Britt en Ali verdienen allebei evenveel per kilometer. Dus van die 2,1 kilometer kun je 2 maken en dan kun je die 100 meter kun je bij hem plakken. Dan heb je 2 en 1. Had ik dan die 200... Ja, ik had niet mogen. Ja, oké. Fair. Hè? Gaan we weer, jongens. Het gaat wel goed, hè, met de afronden. Dus 1 kilo is 5 appels. Dus 40 kilo is... 40 keer 5 is 80, niet 200. Hoe kom je bij 200? Ik kan niet rekenen. 4 keer 5 is 20. En 40 keer 5 is 200. Echt, hoe kwam ik bij 80? Het eerste antwoord is het juiste. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Als je 2 van die witte driehoekjes aan elkaar plakt, heb je evenveel als dat hout in het midden. En dan heb je nog die andere 2 driehoekjes. Dus bij elkaar is dat toch 1/3. Want dat zijn dan dus... Ik ben het er niet mee eens. De breuk was te verwachten. Die heb ik gegokt. Taal, daar gaan we nou heen. Daar zouden we denk ik iets sneller doorheen moeten komen, want ik was beter in taal dan in rekenen. De opgave 1 tot en met 4 bestaan uit 4 zinnen. De vraag is steeds, in welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? Training, ik lees gewoon het dikgedrukte woord, oké? Training, families, achtste... Nou, dat zien jullie ook serieus. Precies, beroemdste, reuzensprong maximaal. Reuzensprong. Nee, er zijn meerdere reuzen. Verbaasd, verspreiden, beantwoord, mogen... Deze. Dan was ze beantwoorden morgen de brief. Dus waarom zou je dan 2 D'en hebben? Dat is verleden tijd. Max overtuigt zijn leraar. Hij reageert erg agressief. In het rapport staat lineaal. Dan is het deze. 2 G'en. Oké. Geeft de juiste volgorde aan van minst geklede... Oh. Tot meest aangekleed mannetje. Wat? Dat is een rare opdracht trouwens. Sorry. Het meest linker mannetje is nummer 1. 3, 3, 5, 1, 6. Ik klik ook gewoon de verkeerde aan. 2, 4. 2 en dan 4. Dat klopt, ja. Kort maar lang maar. Oké. In deze opgave staat een husselverhaaltje. Daarin staan de zinnen in een verkeerde volgorde. Misschien staat er zelfs een zin in die er helemaal niet in hoort. Zet de zin in de goede volgorde en beantwoord dan de vraag. Wat is de eerste zin? Oké. Ik denk het verliefde papegaaienpaar Cuba en Kees
uit Groningen is weer terug. Twee papegaaien werden vorige week ontvoerd. De koper betaalde er net €1100 voor. Toen hij erachter kwam dat gestolen waren, bracht hij ze weer... Nee, wacht. Het bootje was net te laat. Huh? Nou, we beginnen met zin 3. In welk groepje hebben de woorden ongeveer dezelfde betekenis? Kies het groepje woorden waarvan de betekenis van de woorden het dichtst bij elkaar ligt. Maken, verbouwen, veranderen. Wensen, verzoeken, willen. Verbergen, verstoppen, vergeten. Vrolijk, opgeruimd, jolig. Die denk ik niet, de laatste. Maken, verbouwen en veranderen lijkt ook wel op elkaar. Verbergen, wensen, verzoeken, willen ook. Verbergen, verstoppen, vergeten. Ja, vergeten misschien niet. Ik denk die dan. Maar wat een stomme vraag. Wat is het tegenstel van het dikgedrukte woord? De koopman is achter... Ik zie geen dikgedrukt woord. De koopman is achterbaks. Hij is... Oh, tegengestelde huisbetrouwer. Weet je dat honden zo vaak jaloers zijn dat het bijna gewoon is? Bla, 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 bla. In de roedel komt, heeft geen hond dezelfde plek in de roedel, puntje, puntje, puntje. En dan komt er steeds eentje lager in de rangorde te staan. Logisch dat elke hond zo hoog mogelijk in de rangorde wil staan. Oké, in de roedel is er één iemand de baas. Hoe hoger de plaats, des te meer rechten heeft de hond. Puntje, puntje, puntje. Vandaar dat elke hond zal proberen het eten of een lekkerbot van een andere hond af te pakken. Hij krijgt dan meer eten, meer respect en aandacht. Als het lukt, is hij de baas. Misschien had je het niet gedacht, maar een hond ziet de mens ook als hond. Thanks, Mattie. Puntje, puntje. Dus als je eet, gaat je hond logisch bedelen. Ik denk, als een hond op twee benen, het is allemaal niet logisch. Juf Maud van groep 8 zegt tegen haar leerlingen, je weet vast wel iets te vertellen over je lievelingsdier. Schrijf maar eens op wat je over je lievelingsdier weet. Jasmin schrijft het volgende stukje op. Ze moet het nog even nakijken en verbeteren. Welke titel past bij dit stukje? Oh, dan moet ik heel dat stuk lezen. De gorilla, 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 gorilla. Ik denk... Gorilla. Wat kun je Jasmin het beste doen met het woord trekken? Als een groep gorilla's een groep door het oerwoud trekt... Excuses. Ik moet dat gewoon even... Ik zit helemaal dedicated in die toets. Dus het moet goed gaan. Met welke zin had Jasmin een nieuwe alinea moeten beginnen? In de dierentuin Apel zijn meer dan... Ja, daar. Sowieso daar. Wat is een juiste opmerking over de leestekens in het stukje? Er moeten geen aanhalingstekens zijn bij zilverrugman. Ja, denk het wel. Er moet geen komma staan achter varkens. Regel 15. Varkens, knoppen en bladeren. Oh, varens. Is dat er ook varens? Ik lees gewoon varkens. Sorry, hij stopte met filmen. Heb ik meer of minder goed dan bij rekenen? 12 van de 15? Huh? Ja, oké, ik had maar 3 fouten. I know. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat ik dacht dat het wel meeviel. Eerste is goed, tweede is goed, derde is goed. Het vierde antwoord is het juiste. Ho, ho, nee, dat is niet waar. Nee, ho. Welk zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? Het is niet lineaal, het is lineaal. Is het lineaal? No way. Oh, I fucked up. Deze wist ik niet. Ah. Ik dacht wel dat het agressief met 1G was, maar ik dacht oprecht dat het lineaal was. Mannetjes had ik goed. Vogels had ik goed. Huh? Het vierde antwoord is het juiste. Ik vind vrolijk, opgeruimd en jolig niet het beste. Vrolijk en jolig wel. Maar dat is hetzelfde met verbergen en verstoppen. Niet mee eens. Wat een stomme vragen trouwens. Het vierde antwoord is het juiste als de leiderhond. Vond ik ook niet logisch. Oké. Ik ben uitgeput. Laatste. Studievaardigheid oefentoets voor de eindtoets basisschool. Encyclopedie 2006. De Nederlandse turner Jury van Gelder komt uit Waalwijk. Emma wil meer over hem weten. In welk deel van de sporten... Encyclopedie kan zij het beste kijken om snel informatie over hem te krijgen. Nou, Jury van Gelder, dus dat is met een G en dat is dan boek 3. Waar staan de woorden in alfabetische volgorde? Je hebt dus twee keer gymnasie, gymnasie. Hier komt dan een A en hier komt dan een I. Dus gymnasiast en gymnasium. Die komt zo... Oké, het is er maar eentje. Leerlingen van groep 3 van de basisschool de Boemerang gaan een werkstuk maken. Ze mogen uit de volgende onderwerpen kiezen. De politie, de middeleeuwen, het eiland Saba... Akkerbouw, wijkcentrum, racehof, koningin Beatrix, lekkere recepten en zeehonden. Welk soort onderwerp kun je niet opzoeken in de encyclopedie? Wijkcentrum, racehof.
En lekkere recepten. 5 en 7, denk ik. Kijk, eerst naar het register en daarna naar de inhoud van het boek. Bij welk hoofdstuk lees je iets over beren? Beren staat bladzijde 31. Dat is gegeven door de pannen. Oké. Okay. Rozenplein. Midden op het Rozenplein ligt een groot grasveld. Daar spelen de jongens en meisjes uit de buurt. Daar gaat het dus al fout. Oh, dit kan ik zo niet. Midden op het Rozenplein ligt een groot grasveld. Daar spelen de jongens en meisjes uit de buurt. En één keer staat een hoge muur. Hier, denk ik. Bij die muur op het grasveld heeft gemeente 2 doelpalen neergezet. Dat klopt. Daar zijn nog grasveld en 3 bankjes. Langs het Rozenplein ligt 2 straten. De kerk staat ook van noord naar zuid. West oost. Okay. Is er eigenlijk vlak voor het Rozenplein 3 verkeersdrempels? Dat kan ik zien. Ja, klopt. Aan de zuidkant van het plein zie je garages. Oké, klopt. Welke woorden hebben de juiste cijfers gekregen? Bankjes is 5, Kerkstraat is 2. Bankjes is inderdaad 5. Kerkstraat liep van noord naar zuid. Dat is 2, die klopt. Luc ziet op het jeugdjournaal dat er een aardbeving is geweest in Indonesië. Hij wil nog eens nalezen wat er gebeurd is. Waar kan hij dan het beste doen? Het nieuws staat op internet in een boek over Indonesië. Het zou knap zijn als ze daarom hebben voorspeld. In de tv-gids in de wijkkrant. Een nieuws staat op internet. Ashraf wil gaan judoën. Hij wil zich aanmelden als lid van de plaatselijke judovereniging. Hij heeft op internet gezocht, maar daar kon hij het niet vinden. Hoe komt hij het gemakkelijkst achter het juiste telefoonnummer? Telefoonboek. Hierboven zie je een stukje tekst uit het woordenboek. Wat is niet waar? Het meervoud van stupa is stupa's. Dat is een goede vraag. Een ander woord voor stomkop is domkop. Een stoeterij is een paardenfokkerij. Ja, weet ik veel. Een stomp heeft 3 betekenissen. Stoot met de vuist, niet spits, niet scherp. Nee, het heeft niet 3 betekenissen. Want niet spits, komma, niet scherp, betekent dat het hetzelfde ding is. En er staat ook een eentje en een tweetje. Mensapen. Mensapen is een soort aap. Ze dragen hun naam niet voor niets. Lees de tekst mensapen. Femke heeft van de tekst mensapen een schema over mensapen gemaakt. Hoe moet dat schema eruit zien? Oké, dan moeten we dus weten wat er in Azië en wat er in Afrika is. Oké, dus je hebt er 2. De orang-oetang en de gibbons komen uit Azië. Azië. Orang-oetan en gibbon. Chorilla. Deze klopt. Deze klopt. Zetogenbosch. Standaard. Je vader is op bezoek in Den Bosch. Hij krijgt ineens heel erg kiespijn. Daarom zoekt hij een tandarts die hem kan helpen. Het is vrijdagavond 10 uur. Bij welke tandarts kan hij terecht? 24 uur bereikbaar. Oké. Afspraak maak ik maandag en zaterdag tussen. Die ook niet. Die ook niet. Ja, oké. Dan is die 24 uur bereikbaar. Tandarts Janmaat. Kijk de tabel, wat is waar? Meisjes van 8 tot en met 13 jaar hebben altijd minder zakgeld dan jongens van dezelfde leeftijd. Hebben meisjes altijd minder zakgeld dan jongens? Is het evenveel, dus die klopt niet. Meisjes van 12 jaar krijgen 4,5 zakgeld per week. Jongens van 13 krijgen 5. Meisjes van 12 krijgen 4,5. Dat klopt. Jongens van 13 krijgen 5. Dat klopt niet. Meisjes van 8 tot en met 12 jaar krijgen als ze een jaar ouder worden meer zakgeld. Als ze ouder worden, dat klopt ook niet. Want hier zijn ze 9 en 10 en dat blijft hetzelfde. Jongens van 8 tot en met 12 krijgen ze als ze een jaar ouder worden meer zakgeld. En die klopt. Op school willen de leerkrachten weten welke ouders van de leerlingen uit de klasse 1 tot en met 8 komen helpen bij de sportdag. Dus in welke klasse zijn de minste ouders aanwezig? Oké, klas 1 heeft er 10. Klas 2 heeft er meer dan 10. Nou, dat moet ik ergens opschrijven, dit jongen. Mag ik kladpapier gebruiken? Klas 1 is 10. Klas 2 is 14. Klas 3 is 13. 5 is 11. 6 is 12. 7 is 3. 8 is 18. Dan is het dus 1 en 7. Moet je bij elkaar optellen. 1 en 2 is dus 24. 3 en 4 is dus 27. 5 en 6 is dus 23. 7 en 8 is dus. Computer gebruikt kinderen van 12 jaar, thuis en op school. Ik vind dat altijd zo. Ik vind deze grafieken gewoon lastig. Welke conclusie kun je trekken uit deze grafiek? De meeste kinderen spelen thuis computerspelletjes. Weet ik niet. Ik vind dat. Ik snap nooit. Is het dan zo van 70% speelt vaak spelletjes en dan 20% regelmatig? Of is het 20% of 90%? Kinderen schrijven op school vaker een brief dan thuis. Niet waar. Er worden minder werkstukken thuis gemaakt dan op school. Dat klopt dan ook niet, want het procent is lager. Kijk, die mag dan wel. Meer dan de helft van de kinderen oefent nooit de leerstof. Nee, dat is ook niet waar. Ik ben dan de eerste. Naar school, trein, auto, bus, fiets, lopen. Oké.
In het cirkeldiagram zie je hoe de kinderen naar school komen. Hoeveel procent van de kinderen komt met het openbaar vervoer? Het openbaar vervoer is natuurlijk de bus en de trein. Dat is 12%. En 8%, dus dat is 20%. Fietstocht. Bekijk de grafiek. Maud heeft een fietstocht gemaakt. Ze kreeg een lekke band. Wanneer heeft Maud haar fiets geplakt? Hier, tussen de 30 en 50 minuten. Oké, deze vond ik het lastigst, denk ik, oprecht. Je had 15 van de 15 graag goed. No way. Had ik ze allemaal goed? Dus ik had inderdaad gelijk, rekenen heb ik het slechtst gemaakt. Daar had ik 4 fouten en bij taal 3 en bij studievaardigheid 0. En dat betekent dus 7 van de 45. En dat vind ik best oké. Ja, dat is toch nice? 12 van de 15? Huh? Hoewel ik bij mijn CITO-toets ook vragen kreeg met betrekking tot aardrijkskunde en de geschiedenis en zo hoor. Ik weet even niet meer. Wereldoriëntatie, ja, zo heette dat. Dat heb ik nou niet gehad. Is maar beter ook. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook hier beneden. En dan zie ik jou gewoon weer volgende week donderdag om 4:30 bij een nieuwe video. Doei doei!